Nou, er zijn veel meer elektrische fietsen en de accu's vertegenwoordigen toch kennelijk een waarde. En er worden de laatste tijd meer fietsaccu's gestolen. Hoe gaan de dieven te werk? Nou, de accu's zijn heel eenvoudig van de fietsen af te halen. En op die manier worden ze meegenomen. En ze zoeken juist de plekken waar mensen denken dat, dat de fietsen veilig staan. Zoals bergingen, overkapte fietsstallingen. Maar dan zijn ze kennelijk nog niet veilig genoeg. En dan worden er in één keer een stuk of wat gestolen. Heeft u tips voor de mensen die een elektrische fiets hebben? Ja, je kunt natuurlijk altijd kenmerken aanbrengen op je elektrische, op je accu. Wat je ook kunt doen is altijd zorgen dat je fiets in een beveiligde fietsenstalling staat. Of als je erbij wegloopt, je accu toch even meenemen. Heeft u de mogelijke daders al op het oog? Dat is nog in onderzoek. Uiteraard willen we graag de daders pakken. En daarin hebben we ook de hulp van het publiek nodig. Want die accu's worden kennelijk toch weer ergens aangeboden. En ons advies is altijd, ga die accu's niet kopen. Koop geen tweedehands accu's. En als je ze koopt, koop ze dan bij een erkende fietshandelaar.